Ja, Toyota en 4x4, dat is eigenlijk al jaren een succesvolle combinatie. Denk aan de beroemde Land Cruiser of deze, de iconische pick-up Hilux. En Toyota breidt dat 4x4 verhaal nu uit met een busje, jawel, met een busje met vierwielaandrijving. En dat is deze ProAce 4x4. Ja, die heeft de aandrijflijn van Dangel en die zit ook in, bijvoorbeeld in de Peugeot Expert en de Citroën Jumpy. Dat zijn de broertjes van deze ProAce. En Toyota levert deze ProAce 4x4 met een 2 liter dieselmotor met 122 pk of 150 pk, alleen met handbak. Maar hoe werkt dat 4x4 systeem nu eigenlijk? Nou, dat laten we eventjes zien, want in het interieur zit eigenlijk gewoon heel simpel een draaiknop. En die draaiknop die heeft vier standen, Eco, 4WD en Blok. En in de stand Eco is deze ProAce 4x4 in de basis gewoon een voorwielaandrijver. In de stand 4WD gaat het systeem zelf bepalen of er aandrijving naar de achterwielen moet. En in de stand Blok, ja, die stand die is er eigenlijk om je op onverharde ondergrond te redden als je in de problemen zit. Hij is er vanaf 30.000 euro en een beetje. Maar wat eigenlijk nog veel interessanter is, is dat Toyota zegt dat deze ProAce 4x4 eigenlijk bijna dezelfde off-road kwaliteiten heeft als die Hilux. Ja, en dat, ja, dat moeten we natuurlijk even gaan onderzoeken. Nou, die ProAce 4x4 maakt veel indruk. Toyota, ja, die maakt gewoon aan zijn belofte waar. Deze ProAce 4x4, die kan eigenlijk net zoveel als een Hilux. Wel een paar opmerkingen. Neem hem wel met een met leder bekleed stuurwiel, want het standaard stuurwiel is vrij glad. Maar voor de rest, ja, hij rijdt gewoon overal doorheen. Heb je net ook kunnen zien. Alleen, ja, nu schoonmaken. Wie heeft er een emmer, jongens?